We rijden op de A1 bij Bunschoten richting Amsterdam. Je mag hier 100. Deze witte golf lijkt een beetje ongeduldig. Hij wil er graag langs, maar dat lukt niet. Verderop krijgt hij de mogelijkheid en geeft gas. De verkeerspolitie start een snelheidsmeting. Die komt even later uit op 142 gemiddeld. Op dat moment rijdt er achter de videowagen een Audi, die ook haast lijkt te hebben. We halen de golf in om ervoor te gaan rijden, benieuwd wat de Audi gaat doen. Verrassend, de Audi haalt ons in op weg naar de snelheid waarop een rijbewijs kan worden ingevorderd. We zetten de achtervolging in en starten een snelheidsmeting op de Audi. Even later wordt de Audi afgetikt op 159. De Golf is al die tijd meegereden. De meting is daardoor ook geldig voor hem. Ja, hoe lang is hij mee? Beide bestuurders zijn hun rijbewijs kwijt en ze krijgen een volgteken. Er komt hulp uit onverwachte hoek. Rijkswaterstaat zit erachter, met zwaailicht. Ik kan gewoon niet meekomen, hè? Bij de eerstvolgende afslag gaan we eraf. In de bocht is het nog even spannend. Blijft de golf volgen of vliegt hij de snelweg weer op? Rijkswaterstaat blokt hem. Wat fijn van hem. Beide bestuurders kunnen hun rijbewijs inleveren en een dikke boete op de mat verwachten.